foto's. Wow, deze is zo groot. Echt jammer dat jullie dit niet kunnen ruiken. Het ruikt hier zo lekker naar aardbeien. Alsjeblieft. Ze zijn ook heel mooi rood. 9 euro. Alsjeblieft. Deze armbanden en touwtjes zijn echt super mooi. Echt met de hand gemaakt. Heel erg kleurrijk voor. Even kijken, welke die blauwe? De blauwe. Zal ik een tasje eromheen doen? Ja hoor. We zijn nu bij Blue Bunchies en ze hebben een geweldige actie. Vandaag bij elk item gewoon een gratis zakje bij je zaad. Ik hoop dat jullie mijn vlog leuk hebben gevonden. Als je op de hoogte wil blijven en niks wil missen, vergeet dan niet te abonneren op deze grote rode knop en een duimpje omhoog te doen. Dit was mijn vlog voor Echte Lambda. Doei! Hallo, welkom bij een nieuwe vlog van Echte Lambda. We zijn hier vandaag op camping Bakken. En daar is een pop-up store van Blue Bunchies. Er zijn super veel nieuwe items die jullie nog niet gezien hebben. En ik nog niet gezien hebben. Dus we gaan een kijkje nemen. Kom maar mee. Cool toch? Zo kijken. Wat een cool jasje. Zo. Die is mooi. Weet je toevallig ook wanneer deze in de collectie komt? Deze gaan we later in het jaar leveren, want het is voor de bijen. Dus die gaan in de lente, worden die verkocht. Volgend jaar lente.
Want alles wat wij met de bijen doen, dus alle truien, t-shirts, jasjes, gaan we een deel van de omzet staan we af aan de bijen. En dan kunnen we weer planten of dan kunnen we weer nieuwe bijenveldjes maken. Nou, dankjewel voor je heldere uitleg. Alsjeblieft. Even draaien. Je bent helemaal witte rug. Ja, dat is helemaal zo geweest. Dat is toch fantastisch. Echt top. Kijk, vet cool toch? Dit ben ik. Dit is mijn broertje. Ik heb natuurlijk mijn jasje meegenomen. Kijk, deze is van mij. En deze is van mijn broertje. Ze komen nu pas in de collectie. En je kan ze ook bestellen op de website van Blue Band Jeans. Kijk, deze is bijvoorbeeld heel erg licht en deze is donker paars gewassen, dus best heel erg cool. En hier hangt ook een paarse trui. En die is nog lichter in de broek dan deze. Leuke truien. En deze broek heb ik ook. En deze broek heb ik aan. Kijk maar. Nou, het was super leuk om een kijkje in de nieuwe collectie te zien. En ik heb een hele tas gescoord. Maar dat laat ik de volgende keer wel zien. Doei! Vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. Dit was het dan.